Yes jongens, welkom. Daar zijn we weer. Terug bij het water van de laatste sessies. Ik heb de vissen goed op het voer zitten. De tactiek voor mij lijkt te werken, dus ik heb gewoon toch een kort nachtje erachteraan geplakt. Morgen weer werken, 6:30 opruimen. En ik had hiervoor de verjaardag van mijn moeder, dus daar moest ik ook bij zitten. Het is nu 9:50. Je ziet het wordt al een beetje donkerder. Maar gelukkig is het nog juni en hebben we nog lange avonden. Dus ik ga even snel de hengeltjes uitleggen. Eentje met tijgernootjes, het standaard recept. En de andere met de Rotuna bolje. Vorige week ook opgevangen en even speelt zelfs. En een beetje mee gevoerd. Dus ik hoop dat de vis dat Aas het nu herkent. Hoofdrampje en de andere rampen snel aan de opraden gerecht. Want die hebben aardig wat te verduren gehad de laatste tijd. Met al die nachtelijke aanbeten. En ja, dan gaan we eens even de richtste in pompen. En ik ben benieuwd. Bijna drie kwart week niet gevist. Kom niet zo uit de ras. Dus vorige week maar één nachtje gepakt. Twee vis gevangen. Dus en ik wil toch deze periode goed benutten om toch een dikkere vis van het water te vangen. Omdat de vissen zo goed op het voer zitten. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Ik neem u weer mee. En geniet van de video. Zoals ik vorige keer vertelde, heb ik een beetje met oude onlijnen moeten vissen. Ik heb hier heel veel nieuwe liggen. Ik was toen mijn gasten steeds vergeten. Dus nu staat het vuur op. Ik de onlijntjes stomen en dan kunnen we weer met scherpe haakjes vissen. En dat leidt natuurlijk tot meer aanbeten, jongens. Nou jongens, ik ga de richtjes iets anders doen dan ik net heb verteld. Richtje 1 wel gewoon een bol, rotuna, singel, niks erbij. En dan ga ik met mijn tweede engel, even kijken hoor, een nieuwe pop-up van tijger. Koofpunten heb ik helemaal bijgesneden. Dat hij zo perfect staat. En dan staat hij net iets boven de bodem. Dus echt bij het minste opscheurbeweging van de karper. Dan gaat hij naar binnen. Dus heel compact. En goed ziet eruit. Ga ik ook nog even dippen in de tijgernotenslijm. Zodat dat ook in die pop-up trekt. En dan ook één richtje. Ook gewoon reserve. Als ik een vis heb kan ik die meteen opknallen. Heb ik vorige week die vis opgevangen. Dus ja, moet goed komen. Ik ga ze inknallen. Ja, het ziet er allemaal wel leuk uit, die nachtjes voor het werken met zijn hele organisatie. Ik moet allemaal mijn brood smeren van tevoren, mijn kleren pakken voor de dag erna. Ik heb af en toe een hele auto vol met stinkspullen. Met natte matten, netten en strings. Maar met die mooie vissen van de laatste tijd, dat is er wel voor over. En het is nu dus gewoon echt een goede periode, dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk nachtjes als ik kan benutten. Ja, vaak twee nachtjes in de week is al veel dan. Soms dan blijft het bij één, net zoals vorige week. En deze week wordt het denk ik ook één, misschien twee. Dus eindelijk merk ik gewoon ook die dag erna op werk zo verrot ben. Dus als ik twee nachten achter elkaar doe, dat zou ook niet goed zijn. Maar natuurlijk wel gewoon blijven presteren op werk. Dus één na twee, dat is net aan te doen. Maar wel weer mooie video's voor jullie. Die tip van vorige keer ging goed. Ik had geen wier op mijn lijn zitten. Dus ik heb weer de PVA-tape op de haak gebonden. Zodat je haak schoon blijft. Zo jongens, de steentjes staan weer. De voetbakje is gevuld. Hetzelfde verhaal als de vorige keer. Gekruste tijgers, NAP en boekweit en pellets. En wat hele tijgers erbij. Ook vol, je ziet het. Accu is nog goed vol. Dus we gaan hem inknallen. Nou, ik heb dus één keer gebrengd. En toen voerde ik eigenlijk alleen het voerbakje vol met een schep met deze tijgers. Echt oprecht een tip jongens, tijgernotenkoop.nl. Kijk met je tijgers, de rest doe je in een crusher of zo'n soort iets. Een crusher is helemaal fijn, je moet zien hoe dat eruit ziet. Er heeft natuurlijk heel veel rest in zitten, maar super attractief. Komt eerder dat geur, die geurdeeltjes van die tijgernoot in het water. En dan heb ik hier pellets en boekweit. Ja, dat is echt, die drie bij elkaar is een gouden combinatie. Dus ik heb hier de boeienhengel, die ga ik uitvaren. Ook een beetje boekweit en een beetje pellets bij. Dus ik merk gewoon dat het zo attractief is. En ondanks dat hier veel gevoerd wordt op dit water, werkt het gewoon. Dus waarom zou je een winning team veranderen? Dus we gaan deze gewoon zo inknallen. Single bol en we gaan ervoor. Zo jongens, beide engels zich in. Het is inmiddels 10:30, dus toch wel een snelle operatie. Het is nu echt wel bijna donker, dus gelukkig heb ik op tijd engels liggen. Zullen we nog even eentje bijvoeren en dan
het tentje opzetten. Gaan we weer vroeg, gaan we weer vroeg slapen, want morgen vroeg eruit. Zo, het tentje staat inmiddels. En het is lekker vlak. Het water ligt er mooi bij. Hengels zijn nog stil. Maar dat, ik heb wel goed vertrouwen eigenlijk. Goed gevoel vannacht. Ik denk 1 of 2 aanmeten moet kunnen. Hoop ik dat er dit keer een 30 bij zit. Of misschien is dat wel weer te overmoedig voor mij. Het is natuurlijk bizar wat een serie dikke vis ik al heb gevangen in een paar nachtjes. Maar ja, wie weet het. Je weet het nooit. En misschien moet je als ambitieus zijn. Dus nou, als ik jullie niet meer zie, het eerste volgende shot met een dikke vis. Jongens, 1:15. En eerst aanbeet. Spinnen. Een beetje jammer. Zoals je ziet, een braadsem. Dit is ook witvis. Dat wist ik niet. Nou ja, onvermijdelijk natuurlijk, maar nog geen last van gehad. De verre hengel op de tijgers, dus die mag ik weer uit gaan varen. Schiet eigenlijk erop. Zonder mijn schaap. Maar goed, gaan we maar even doen. Want anders hebben we voor niks gezeten. Zo jongens, dit meen je niet. Echt, ik heb die hengel uitgevaren. Ik kreeg hem te steun. Nou, voerboot terugvaren. Dus uiteindelijk heb hij denk ik misschien 5 minuten regen. Een run erop. Best wel hard. Maar ik was er snel bij, want ik zie hem natuurlijk nog niet. Dus ik denk dat hij piep, 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 piep. Zoiets piepte. Ik pak hem op en er zit er niks aan. Dus ja, ik snap er niks van joh. Oh, ik ga maar het reserverichtje even erop doen. En dan ik snap het al. Kijk, even als die scherp staat. De PVA-tape, die is nog niet opgelost. Opgelost van de haak. Zij is waarschijnlijk al door een karp gepakt, vandaar dat hij zo hard piepte. En die lag gewoon puur op de stek. Maar dat PVA-tape zat er nog voor, dus zijn die niet goed gehaakt. Oh, kote zooi. Nou, gaan we weer opnieuw varen. Tijd tikt wel door. Inmiddels 2 uur geweest. Morgen werken. Lekker. Zo jongens, morgen. Het is bizar. Niks erbij gevangen. Zelfs die brasem. Zelfs die run daarna. Ik denk nou, nu zit de vis op de stek. Maar niks joh. En we staan rustig bij. Te rustig. Dus ja. Drama, het is 5:30, we gaan opruimen. Een beetje voer erin gooien en dan van de week nog terugkomen. Denk ik zo. Waardoor dit dus weer geen complete video wordt. Volgende week, of de sessie van de week, gaat hier gewoon achteraan. Beetje andere tactiek, misschien weer wat aanpassen. Dus zien jullie straks deel 2 van deze video. Later. Jongens, daar zijn we weer. Terug op het water. Anderhalve dag verder. En vorige keer natuurlijk op bank. Beetje jammer. Ik heb een harde run gekregen op de hengel met de tijgernoten. Maar ik had nog PVA-tip om zitten. En dat was eigenlijk net na het inleggen. Dus ik pakte hem op en ik voelde niks. Dus waarschijnlijk dat hij daardoor niet gehaakt was. En dan brazen, maar verder was het stilgebleven. Dus ik ben vandaag weer terug. Een beetje gevoerd. Ik zit precies daar zo aan de overkant. Een pol op mijn oude stek. Dus dat is zeer jammer. Ik werd 10 uur zitten. Ik ga wel even wachten en omgeheids knopen. Toen kreeg ik wel ergens, maar ik dacht van nou, misschien is wel een goede kans om een keer de andere kant van het water te zitten. Je leert natuurlijk het water beter kennen, andere steks bevissen. En misschien kom je op dingen die je eerst niet wist. Dus dat kan ik sowieso altijd wel aanraden om voor die optie te kiezen. Niet stevast dan 1 stek houden. Zeker als je het water nog niet goed kent. En dat heb ik ook. Nu 4-5 nachten hier gevist. Een paar keer gebrengd, een paar keer gevangen. Dus altijd vanaf 1 stek. Zo goed ken ik het water nog niet. Maar we zijn weer terug. Het is 8 uur. Ik ben meteen de richtjes aan het beazen. Eentje met een bol. Ik heb er dus mee gevoerd. De hot tuna bolletjes van tijgernootkoper.nl. En die andere ga ik met een hele afwijkende tijgernootvis vandaag. Je ziet dat hij is meegegaan. XXL, een jumbo. En dat moeten we gaan doen. Ik ben heel benieuwd. En we gaan knallen. Ja jongens, ik heb altijd dit terugpakken. Helemaal kant-klaar. Aansteken, mesje, hooienaald. PVA-tape, stokjes, pop-up dingetjes, zelfs kantkaren, PVA'tjes. Ideaal. Ik heb altijd dit onder een stretch staan. Dan hoef je niet heel die richtbox er telkens bij te pakken als je een vis hebt s'nachts. Dus ideaal is een compact dingetje. Deksel erop. Er kan niks mee gebeuren. Ik kan het ook in een boot leggen. Als je in een boot vist, kan je meteen met die onderende aanhangen als je een vis hebt.
Dat is een ideaal dingetje. Dus ik moet even een eentje wachten op die gasten daar nog weer te vissen. Precies waar ik gevoerd heb. Dus ik wil eigenlijk in de buurt vissen. Andere eentje ga ik nou doen. Ik heb ook mijn stekje waar ik normaal zit. Ik kan nu niet precies op vissen. Maar iets erbij. En dan hetzelfde recept, tijgernootjes XXL. Dan zuur je doorbreken. Dus we gaan het bootje vullen en dan gaan we uitvaren. Ze hengeltje inricht erin. Ligt best wel mooi bij. Een beetje PVA tape om de haakstil. Om te hopen dat er geen wieren zit. Want hier voor de kant zag ik echt veel wieren liggen. Ja, je weet nooit of je echt goed ligt of je moet zo'n downscan hebben op je voerboot. Hebben we niet, helaas. Maar wat ik altijd wel even doe vooraf is de weersverwachtingen checken. Ik heb hier de app, het weer in Nederland. Aanraden. Er staat de wind, windkracht 3, noordwestenwind. Niet heel goed. De luchtdruk, kijk altijd naar, die staat 1025. Je ziet het, dat hij heel de dag aan het stijgen is. Ik stijg eigenlijk van gisteren 10 uur, van 1021 nu naar 1025. Aardig hoog. Je zou denken, het kan nog hoger, maar aan de andere kant denk ik van, nu wel een windje en hij kan ook zomaar eens gaan zakken. En dan wordt het een mooi vis weer. Dus ik houd het ook altijd bij in het boekje. Dan schrijf ik op welke luchtdruk veel vangt. Dus, en dan kan je allemaal je eigen voordeel uithalen op een gegeven moment als je met je weet wat goed is. Dus ik ben aanraden om te doen. We gaan het zien, ik ben benieuwd. Zo, even onderlijns wezen knopen. Ik heb weer een paar op voorraad zoals je ziet. De bogen zijn inmiddels weg, dus het stekje kan bevist worden. Voerbootje ligt vol. Ik ga de rest met het boeienpijp heel verspreid bijvoeren. Richting de voerstek waar ik van de week een paar keer heb gevoerd. Dus let's go, we gaan nu knallen. Er zijn hier echt bizar veel duikeenden en koeten. Ik zie ze ook heel te duiken. Altijd teken dat de anderen aan het voeren zijn. Dus dat is wel een nadeel. Zo jongens, het is 10:45. Ik ga mijn nest in. Hetzelfde verhaal weer. Morgen vroeg eruit te werken. Het is een beetje eentonig zo die video's, maar hopelijk dat we vanavond iets gaan vangen. Vannacht, wat niet zo eentonig is, dat is een dikke karper. Dat wil je graag zien. Dus het eerste volgende shot is met een karper. Welterusten. Ja jongens, kijk eens joh. De lucht die is nog aan het verkeuren en voor het schapen de eerste vis. Het zijn 10:45, helemaal top op de bolhengel, de Holtuna, waar ik mee gevoerd had. Dus dat is een goed teken dat de vis het voerken. En volgens mij is het een spiegel. Ik ga hem even scheppen. Yes jongens, kijk eens even. Dit is genieten. Hele mooie spiegel weer. Een lange. En toch weer een goede dikke 20. Het is niet normaal. Het houdt maar niet op. Wat ik nu eerst ga doen is eerst even met je boer op de stek smijten. Want ik heb het idee dat er gewoon vis ligt te wachten. Altijd top als je voerstek werkt. Thanks to tijgernootkoper.nl. En ga ik die helemaal even terugvaren en dan die vis op de foto zetten. Zo, ik heb even een haring door mijn net gestoken. Bizar jongens, ik zeg het is sowieso een hoge 20er of een 20er, maar hij gaat misschien wel weer richting de 14, 15 kilo. Hoop ik dat het eerste 30 is, hij voelde echt goed, maar hij weet nooit, het is wel een beetje gehavende vis, kapotte staart en dat is ook kapotte bek, dat is wel jammer. Maar goed, we gaan die hengel terugvaren.
nog even wat extra bijvoeren en dan gaat hij op de foto. Nou, de kreeft en de witjes hebben mijn hak aardig, op de bol aardig kapot gevreten. Je ziet het, hij zat een beetje in het wier. Dus de dood is gewoon veilig gevroren. En echt veel wier, joh. Dus dat PVA-tape, dat is blijkbaar weer een goede zet. Want ja, de vis is gewoon goed gehaakt. Hij zat goed in zijn bek. Er zat geen wier omheen. Dus ja, goede zet. We gaan een nieuw onderrijdje op doen en dan kennen we weer terug. Bootje weer vol. Ik heb helaas geen kreeftkeus bij me. Ik heb het wel bij me, maar geen brander. Een kootsteetje, dat is echt drama. Dus ik heb de hardste bol die ik heb gevonden erop gedaan. En dan ja, mocht hij nou niet aflopen voor 4 uur of zo. En ik word toch wakker door een andere hengel van me. Dan ga ik hem nog even opnieuw doen. Dan zal die sowieso er afgevreten zijn. Maar we gaan er gewoon vanuit dat hij voor die tijd al af is gegaan. Deze heb ik al op nul gezet. Zing is eraf. Ja hoor. Het is niet te groot. Even kijken. Net geen 16 keer. Ja, 15,8. Werken jongens, 30. Zo, wel schout. Binnen een uurtje dat hij al, gaat hij gewoon af. Het voordeel van het voeren met kwalitatief aas, jongens, dat je snel actie kan krijgen. Dat is echt bizar wild. 15,8 joh, lekker. Okay. Kijk dan, waar is die dan? Van de wees, joh. 32 van mij dit jaar. Eentje op de korst dus. En ja, nu deze. Ja, fantastische vis. Ik ben echt blij mee. Als die sterk, kwam makkelijk mee. En ze snel aan het oppervlak. Dus ik snap het dan niet. Uiteindelijk heb hij mijn lood gespeeld. Wat Akel Noop vergaard. Je ziet wel echt dat het een oude, gehavende vis is. Aan zijn bek, aan zijn stijf. Maar goed. Ik ben er blij mee. Alleen dat hij richting de meter gaat, jongens. Hij is echt bizar, joh. Zijn staart kwam net uit de string zelfs. En dat heb ik toch niet vaak. Ja, kijk dan, joh. Dikke rug. Ik ben er blij mee, hoor. Net even voordat we naar Frankrijk gaan. Het is nu begin juli, een paar weken snap ik vakantie. Ga ik eerst met vrienden op vakantie en dan met Chit en Daan naar Frankrijk. Maar toch lekker om nog even zo'n vis in Nederland te vangen. Dan mogen we gaan. Hey jongens, hij mag gaan. Bedankt jongen voor dit moment. Fantastische vis. Hij is lekker wild ook, hè? Yes, yes. Zo jongens, dit is jammer. Het zat echt een goeie aan. Ik kreeg hem echt niet weg. Ik wilde hem blokken. Hij ging richting het eiland. En ja, vol was het weer in. Ik kon er echt niks tegen doen. En op een gegeven moment voel ik een tik. En schiet die haak gewoon uit zijn bek. Dat is jammer zeg. Kijk, het enige wat over is, is een puk met wier. Oh, dat is jammer. Ik weet natuurlijk niet hoe groot die was. Zonde, zonde. Bizar jongens, ik heb net gefilmd dat ik een vis verspil. We zijn 40 minuten later. En in de tijd dat ik hem verspild heb, tot nu, inclusief het uitvaren, dus het is 40 minuten. Echt bizar. Eén handje boor erbij verspreid met de werppijp. Dus er ligt niet veel voer. En dan merk je gewoon dat je nu zo snel aanbid krijgt dat gewoon echt vis op zoek is naar je aas. Dus dat hij eigenlijk massaal op het voer liggen. Dus ik ga nu even al meer voer erin knikkeren. Dan ga ik pas die vis laten zien. Hij is niet zo groot volgens mij. En dan van de week even doorgaan met voeren. En dan kunnen we misschien van de week helemaal niet slapen. Maar ja, wel mooi. Derde run alweer joh.
knallen op het doordeweekse dagje. Nou jongens, daar is hij dan. De kruis die ik tot nu toe heb gevangen. Toch even wegen. De statistieken. Ja, even kijken. Dat is 11,2. Zo'n geine vis nog. Oh ja, dat zeg ik nu wel. Dat is best wel erg. Vorig jaar was mijn grootste vis in Nederland. 11,2 kilo. Nu noem ik een kleine vis. Maar goed, ben er weer bij me. Mooie spiegel. Ja, het is bizar. Alleen maar 20 alleen maar spiegels. Wat ik hiervan. Ik weet eigenlijk niks van bestand. Ik weet alleen de topvis. Maar ja, verder. Nou, er zit zo te zien veel spiegel. Mooie vis. Weer op de Hot Tuna kwam die. Ik zal zo eens checken of er een beetje scheid uitkomt. Echt bizar. Ik zei het net hoe snel die weer ging. Heel verspreid gevoerd, maar die vis is gewoon massaal op zoek naar die bollen. Dus goed teken. Ik ga hem weer inleggen en misschien vangen we nog eentje. Ah jongens, goedemorgen. 5:30. Het is weer licht. De dag is weer begonnen. Aanbeter zijn gestopt. Op zich beter voor mij, voor mijn nachtrust. Dus we gaan nu opruimen, dan gaan we weer naar het werk. En is dat weer het einde van de video, zo goed als. Yes. Hey jongens, het opruimen gaat hard. Ik ga ook meteen nog even wat bollen erin knikkeren. Nu weer gericht en dan weer een voorsprongetje voor volgende week. Want die sowieso nog meer vis. Ja jongens, inmiddels 6 uur. Toch een snelle operatie geweest van 20, 25 minuten. Je ziet achter me. De kar staat vol, de bol weer erin, dus we hebben alles weer goed geregeld. Ik zou zeggen, doe een bruidempje voor deze video, als je het leuk vond. Ik heb goed gestreden en zie dit verkassen en goed je best doen. Veel tijd erin stoppen dat loont, mooie 30 erbij, tweede dit jaar. Dus doe dat bruidempje omhoog, abonneer zeker voor meer. Kijk op onze website dvvistien.nl, door ons een beetje te steunen als je onze video's nou leuk vindt. Ik heb gelijk een polootje of een t-shirtje. Een hoodie of een petje. En dan zijn we ook weer tevreden. En dan zien we je volgende week weer. Dinsdag 3:30. Adios.